Een hele goede dag, het is weer tijd voor een nieuwe Wonderlist. Deze is speciaal voor de partygangers onder ons, dus ook al ben je een beetje brakkig, let goed op. Hier zijn namelijk de 6 meest tofste partybestemmingen ter wereld. We trappen af met de plek die bekend staat als hippieparadijs, Goa. Hier vind je de meest exotische stranden, tempels en veel heilige koeien. In de hele staat heerst er een zeer relaxte hippiecultuur, dus perfect voor een relaxte feestvakantie. De beste tijd om naar Goa te gaan is tijdens het Holi Festival. Tijdens dit hindoefeest wordt de lente gevierd en je komt hier niet meer vandaan zonder dat je helemaal ondergekleurd poeder bent gegooid. Waarschijnlijk heb je er wel eens van gehoord, het festival in de woestijn, Burning Man. Elk jaar wordt het festival gehouden in de woestijn in Nevada. En iedereen moet zelf voor voedsel, water en een slaapplek zorgen. Het doel van het festival is dat er tijdelijk een gemeenschap wordt opgebouwd waarbij afkomst niet telt. En dan de bestemming die iedereen waarschijnlijk wel kent van de o zo bekende Full Moon Parties. Hadrin Beach in Thailand. Elke maand komen er zo'n 20.000 nieuwsgierige feestgangers op de party af. Voor een prikkie kun je hier helemaal losgaan. Inclusief neonverf, emmers met drank en een rare outfit. Dat wil je toch een keer meemaken? Hoewel Menorca niet de meest bekende partyplace is, heeft het eiland wel een van de vetste discotheken ter wereld. Sakova Den Soroy is een discotheek in een grot bovenop een klif. Hier kun je niet alleen de zonsondergang bekijken, maar ook tot in de late uurtjes dansen in de mysterieuze omgeving. Live muziek, internationale DJ's, heerlijke cocktails. In deze discotheek vind je het allemaal. Sharon en Boris hebben er in elk geval van genoten. Ja, je kan zeggen over Menorca wat je wil, maar dit is prachtig. Geweldig. Oh my god, kijk dit nou. Is dat DJ? What? Hou jij naast een feestje ook heel erg van zeilen? Dan is het zeker de moeite waard om de Yacht Week te bezoeken. Op 8 verschillende plaatsen in de wereld kun je een week lang zeilen, feestvieren en genieten van de mooiste natuur. Een van de plaatsen waar per week enorm veel boten bij elkaar komen is Kroatië. De Coke Frisch Chicks hebben hier ook een avondje genoten van het spektakel. Als jij altijd al willen feesten tussen de vissen, dan is de club Sub 6 in de Malediven echt iets voor jou. Deze club ligt namelijk 6 meter onder water en is grotendeels van glas. Dat de club alleen met een speedboot te bereiken is, geeft natuurlijk helemaal een exclusief gevoel. En dat was het alweer voor deze week. Ben jij fan van een andere partybestemming? Laat het ons weten in de comments. Voor nu zeg ik, geniet van je weekend en tot volgende week.